Heb je je ooit afgevraagd waarom het lijkt alsof iedereen een hekel heeft aan Ellen DeGeneres? Nou, je bent niet alleen. In de video van vandaag duiken we diep in de verhalen van beroemdheden die gewoon geen fan zijn van Ellen. Van schokkende onthullingen tot verbijsterende ruzies, ontdek wat er echt gebeurt achter de schermen van de eens zo geliefde Amerikaanse dagelijkse talkshow. Blijf kijken, want wat je gaat horen zou je kijk op de koningin van aardig in Hollywood wel eens kunnen veranderen. Laten we ontdekken waarom iedereen Ellen DeGeneres haat. Elton John. Als we het hebben waarom iedereen een hekel heeft aan Ellen DeGeneres, kunnen we niet anders dan de eerste beroemdheid noemen die haar een sneer gaf, Sir Elton John. Je zou denken dat twee prominente figuren in de LGBTQ+ gemeenschap niets dan steun voor elkaar zouden hebben, toch? Nou, niet helemaal. Toen Ellen moedig uit de kast kwam als homoseksueel in haar sitcom in 1997, was dat een baanbrekend moment gevierd door velen. Maar Elton John had er een andere kijk op. Hij vertelde Ellen op een beroemde manier om nu maar eens op te houden en gewoon grappig te zijn. Oei, hij moest Ellen echt haten. Ellen heeft onlangs gepraat over deze pijnlijke opmerking op Dax Shepard's Armchair Expert podcast, waarbij ze uitdrukte hoe die woorden van Elton, iemand die ze bewonderde, haar echt raakten. Ze voelde zich verraden door iemand van wie ze dacht dat hij haar strijd zou begrijpen. Dit was niet zomaar een kritiek, het was een publieke afwijzing van een mede-icoon in de homogemeenschap. Maar laten we dit eens nader bekijken. Elton John is nooit iemand geweest die zijn mening achterhoudt. Zijn directheid is even legendarisch als zijn muziek. Misschien vond hij dat Ellen's voortdurende gesprekken over haar seksualiteit haar komedie overschaduwde, iets waarvan hij vond dat het de focus moest blijven. Echter, Ellen streed voor zichtbaarheid en acceptatie in een tijd waarin openlijk homoseksueel zijn nog steeds met veel weerstand werd ontvangen. Ondanks hun moeizame geschiedenis lijken zowel Ellen als Elton verder te zijn gegaan en hun invloedrijke werk in hun respectieve vakgebieden voort te zetten. Maar de steek van die vroege opmerkingen heeft ongetwijfeld zijn sporen nagelaten op Ellen's reis. Liza Minnelli. Als je de Oscars van 2014 herinnert, is de haat die Liza Minnelli koestert voor Ellen DeGeneres gerechtvaardigd. Die avond maakte Ellen een grap waar veel mensen, inclusief Liza zelf, niet om konden lachen. Ze begroette Liza door haar de beste Liza Minnelli-imitator die ik ooit heb gezien te noemen en vroeg eraan toen: "Goed gedaan, meneer." Hoewel Ellen waarschijnlijk hoopte op lachen, vonden velen de opmerking ongevoelig en leidde tot beschuldigingen van transfobie. Maar hoe controversieel dat moment ook was, het was niet de enige reden waarom Liza Ellen misschien de koude schouder zou geven. Later, tijdens dezelfde ceremonie, werd Liza letterlijk uit de selfie geduwd die de meest geretweete selfie aller tijden zou worden. Stel je voor dat je opstaat om mee te doen aan een foto en dat je wordt weggeduwd door een groep sterren die blijkbaar de ruimte die je claimde niet herkende. Dat is nog een zout in de wonden. Toch hield Liza, zoals in de showbiz gebruikelijk is, geen openbare wrok vast. Ze zei in interviews dat ze geloofde dat Ellen geen kwaad bedoelde. Toch vraag je af over de blijvende pijn van de grappen en stoten van die avond. Bovenop dat alles is Ellen's humor, die vaak spot met beroemde gasten, niet iedereen's kopje thee. Sommige sterren kunnen zich misschien schrap zetten voordat ze op haar bank gaan zitten, in afwachting van een paar scherpe opmerkingen ten koste van henzelf. Caitlyn Jenner. Het conflict tussen Caitlyn Jenner en Ellen DeGeneres zou wel eens een van de meest memorabele ruzies tussen beroemdheden kunnen zijn die ooit op de dag televisie te zien waren. De spanning ontvouwde zich publiekelijk naar Caitlyn's optreden in 2015 in The Ellen DeGeneres Show, waarin een gesprek over het homohuwelijk scheef liep. Aanvankelijk noemde Caitlyn zichzelf een traditionalist, maar ze gaf toe dat haar standpunten waren veranderd. Ellen leek echter sceptisch en het interview liet een zure nasmaak achter. Maar buiten de camera's werd het verhaal nog complexer. Ellen vertelde later aan Howard Stern dat Caitlyn eigenlijk geen voorstander was van het homohuwelijk, wat een mediastorm veroorzaakte die Caitlyn behoorlijk heeft geraakt. Deze misstap groeide uit tot een ware ruzie toen Caitlyn Ellen beschuldigde van het vervreemden van haar van de LGBTQ+ gemeenschap in haar memoires The Secrets of My Life. Maar wacht, er is meer. Caitlyn gelooft dat Kris Jenner misschien een rol heeft gespeeld in het opstoken van dit conflict. Ze vermoedt dat Kris Ellen heeft aangemoedigd om vragen te stellen over het homohuwelijk, mogelijk om controverse te veroorzaken. Of dit nu een geval van miscommunicatie is of van meesterlijke manipulatie, het is duidelijk dat Caitlyn zich behoorlijk onrechtvaardig behandeld voelt door het hele voorval. Wendy Williams. Wat denk je dat de ijzige sfeer tussen Wendy Williams en Ellen DeGeneres heeft veroorzaakt? Hoewel beide vrouwen koninginnen van de dagtelevisie zijn, leken hun interacties op het scherm vaak meer op koude confrontaties dan op warme uitwisselingen. Fans hebben in de archieven gegraven en ze hebben wat sappige details opgegraven die de niet zo verborgen spanningen misschien wel kunnen verklaren. Wendy is een paar keer op Ellen's show geweest en elk bezoek zou kunnen worden omschreven als een meesterklas in subtiele steken. Neem bijvoorbeeld de keer dat Wendy een opmerking maakte over het aanstaande ouderschap van Kim Kardashian en Kanye West, wat Ellen leek te amuseren net zoveel als een lekke band op de snelweg. Maar hoe grappig Wendy het ook bedoelde, Ellen's ongemak was bijna tastbaar. Maar laten we ter zake komen. De echte knaller zou terug te voeren kunnen zijn op Wendy's opmerkingen over Ellen's ontkenning van een giftige werkomgeving achter de schermen van haar show.
Wendy, bekend om haar directheid, zag dit misschien als een kans om te benadrukken waar velen fluisterden, maar weinig hardop durfden te zeggen. Ellen daarentegen ontkende heftig dergelijke beschuldigingen en noemde ze georchestreerd. Om het nog pikanter te maken, heeft Wendy nooit de uitnodiging teruggegeven door Ellen op haar eigen terrein uit te nodigen. Zou dit een stille maar duidelijke afwijzing kunnen zijn? Mogelijk. Het is geen nieuws dat Wendy ooit Ellens vrouw, Portia de Rossi, aansprak op een rode loper evenement lang voordat Portia openbaar uitkwam, vragend naar een vrouw die ze samen in de jacuzzi hadden gezien. Ongemakkelijk toch? Kathy Griffin. Kathy Griffin, bekend om haar ongecensureerde komedie en onbevreesde houding, heeft nooit een confrontatie geschuwd. Vooral niet als het gaat om een andere grote persoonlijkheid zoals Ellen DeGeneres. Dus wat is er aan de hand? De spanning begon naar verluid al in 2007 tijdens een ogenschijnlijk onschuldig optreden van Kathy in de Ellen DeGeneres show. Echter, Ellen gebruikte die gelegenheid om Kathy te bestempelen als gemeen. Een opmerking die Kathy niet lekker zat. Stel je voor dat je door een collega-comedian op nationale televisie wordt aangesproken. Maar Kathy, die nooit iets over haar kant laat gaan, voelde zich extra gekwetst omdat Ellen, een collega in de comediewereld, haar bekritiseerde. Gaan we naar 2016 en Kathy werpt subtiel schaduw in haar boek Kathy Griffin's Celebrity Run-ins, waar ze suggereert dat een zekere geliefde dagelijkse talkshow-host haar uit een kleedkamer achter de schermen bij de Emmy zou hebben laten zetten. Hoewel ze geen namen noemde, waren de hints zo subtiel als een moker. Maar hier wordt het sappig. Na het overlijden van Joan Rivers, een andere comedielegende en gemeenschappelijke kennis, nam Kathy contact op met Ellen en drong er bij haar op aan om haar vermeende afkeer van Joan opzij te zetten en haar publiekelijk te eren. Ellens weigering voegde alleen maar brandstof toe aan de vurige ruzie, waarbij Kathy betoogde dat vrouwen, vooral die ouder dan 50 in de meedogenloze wereld van de comedie zijn, elkaar zouden moeten steunen en niet afbreken. Kathy Griffin heeft zeker een hekel aan Ellen DeGeneres na dit alles, zou je niet zeggen? Drew Barrymore. Ook Drew Barrymore staat op de lijst van beroemdheden die hun deel hebben gehad in ruzies met Ellen DeGeneres. In de wereld van glitter en spotlights is niet alles wat glanst vriendelijk. En het conflict tussen de duo over een reality-tv-show is een perfect voorbeeld van achter de schermen drama dat zuur werd. In 2017 bundelden Drew en Ellen hun krachten voor de NBC-reality-serie First Dates, gebaseerd op een Brits format. De show draaide om de magie en ongemakkelijke momenten van de eerste dates, zonder eliminaties of prijzen, alleen pure ongescripte menselijke interactie. Ellen tekende als uitvoerend producent en Drew was ingesteld als verteller. Klinkt als een match made in Hollywood Heaven, toch? Nou, niet helemaal. Het duurde niet lang voordat de spanning begon op te lopen. Rapporten van achter de schermen suggereerden dat beide sterren creatieve controle wilden hebben. Ellen, gewend om het roer te voeren op haar eigen talkshow, verwachtte de beslissingen te nemen. Maar Drew, een doorgewinterde filmster met veel invloed, vond dat ze een belangrijkere stem had in de creatieve richting. Vooral omdat haar sterrenkracht een grote trekpleister was voor het publiek. Een anonieme bron fluisterde naar In Touch Weekly dat geen van beiden bereid was om toe te geven, wat leidde tot wat ongemakkelijke productievergaderingen. Ondanks hun inspanningen wist First Dates het publiek niet te boeien en werd het snel geannuleerd na één seizoen. Toeval? Misschien speelde de spanning achter de schermen een rol in de korte levensduur van de show. Wat vind jij van Ellen? Laat het ons weten in de reacties.